Hey Blokje Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 22 Elm Creek. Zoals jullie kunnen zien heb ik bij mijn verkooppunten plant, mosterd, tabak en pompoen heb ik te staan. Zul je vast afvragen van, Lars, wat is dat voor onzin? Waarom kun je dat en waarom kunnen wij dat niet? Zal ik je laten zien? Bij de productie en helemaal achterin heb je hier de Green Garden. Daar moet alleen water heen. En dan heb je dus eigenlijk een soort moestuintje waar je door dus mosterd, tabak en pompoenen krijgt. Dus dat is wel hartstikke leuk. Deze is niet voor de PS4 of de Xbox One. Of wat dan ook. Is alleen voor de PC. Want ik zag hem voorbij komen op motten.us. Dus ik dacht, oh, dat is misschien wel een keertje geinig om hem vol te houden. Verder heb ik nog een mod geïnstalleerd. Er waren echt heel veel mods uitgekomen vandaag in de motten van de game zelf. Er stond iets dat je met een tweedehands apparaat ding dat je dingen kon aanpassen ofzo. Hoe dat precies werkt, weet ik niet, want ik heb de mod geïnstalleerd. En als het goed is, heb ik hem op geactiveerd. Maar het schijnt dus dat je daar bepaalde dingen of zo, dat je iets in de tweedehands dealen kan doen of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik kan nog eventjes voor de zekerheid kijken of die daadwerkelijk is aangezet. Laat ik heel eventjes de game opslaan. En even kijken of het daadwerkelijk zo is, of ik hem heb aangezet. Misschien dat we dan even kunnen doen, maar anders weet ik het ook niet. Dus even opnieuw opstarten, pak de soja. Is misschien wel even redelijk om te laten zien. Kijk, moet ik even kijken hoor. De nieuwe. Kijk, de Vehicle Seal System Customizer. Er staan hier allemaal dingen. Maar volgens mij kan het alleen in de XML-file. In de game creates a new offer with random discount. This discount will be proportion based on a new maximum discount. Dus wat ik een beetje lees, moet dat dus vanuit de XML-file. Dus laten we die maar gewoon verwijderen. Dat moet via de XML-file, dat weet ik ook allemaal niet. Maar zoals je kunt zien, er zijn echt heel veel mods bijgekomen. De vorige keer toen ik farming opstartte, dat was eergisteren, waren we tot, moet ik even kijken hoor, waren we tot tot de Road Rage of the Gooseneck Trailer. Nou heb je, deze zijn er allemaal op bijgekomen. Allemaal. Kwats, hartstikke leuk. En de Krone Trailer zijn ook weer terug. Maar waarom moet dat jongens, waarom moet dat toch in godsnaams in een mod-up en kunnen ze dat gewoon niet standaard in de game implementeren? Ik snap dat niet. Zal wel erbij liggen. Maar wat we vandaag kunnen gaan doen is maispoorten. En we gaan ook maispoorten, want dat moet gebeuren. Alle velden die we momenteel hebben, die moeten gepoord worden met mais. Dus dat gaan we vandaag doen. En de ene die zegt van, het is mais planten. De ander zegt mais zaaien. De ander zegt maispoorten. Ja, mij is altijd geleerd dat maispoorten is. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Laten wij wel even natuurlijk de dingen aanzetten. Automatische werkbreedte 6 meter. Dan zetten we die op 90 graden. Dan moet die waarschijnlijk nog een keertje gedraaid worden. Oh. En als het goed is, moet die doen. Oh, hij is wel heel scheef. Laten wij Ctrl-S. Laten wij 45 graden doen. Kijk, nou staat hij wel goed. Dan doe ik Ctrl-S, 90 graden draaien. Kijk, nou staat hij wel goed. Fantastisch. En ik wil gaan minesporten, jongens. En mijn stuur is weer heel, heel zwaar. Ik weet niet wat het is, maar op de een of andere manier is mijn stuur de laatste tijd heel erg zwaar. En dat was gisteren ook al met de livestream. Vond ik ook al heel apart dat zo was. Maar ik moet nu heel zwaar sturen. Dat heb ik nooit eerder gehad. Nou ja, het zal wel. Laten we eens eventjes gaan minesporten. Even kijken hoe het eruit ziet. Jongens, het is allemaal zo moeilijk te zien. En waarom? Ja, eigenlijk moeten we dit gewoon gaan ploegen de volgende keer. Want het is zo lastig te zien waar je bent geweest. Ja, het wordt wat lichter, maar daar is alles ook mee gezegd. We hebben een hele soort met alleen maar mais. Alle velden die we momenteel hebben moeten ingeworden geboord met mais. Dus daar gaan we ook mee bezig. En als het goed is, moet de vent dit op zich wel aankunnen.
Doe wel even dit, want dat scheelt ons weer een beetje draaien. En dit doen we zo meteen wel met een timelapse. Maar waarom is mijn stuur zo zwaar, jongens? Wat is dat voor onzin? Zet hem eens op nul. Nou, het zal wel. Ik vind hem nog wel erg zwaar. Maar goed, we gaan maisporten, jongens. Ik doe dat wel eventjes met behulp van een timelapse. Dat is misschien wel leuk. Hoeveel velden we doen, moeten we even kijken. Want er moet wel het een en ander gebeuren natuurlijk qua maisporten. Dus we zetten hem van de 4 weer neer. Met behulp van GPS uiteraard. Ideaal. Ik ben blij dat ik dat erop heb gezet. Dus ja, ik moet wel de overlay aanhouden. Want anders zie ik niet helemaal waar ik geweest ben. Jongens, geniet van de timelapse. En uiteraard van het lekkere muziekje. Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back. Send me a letter. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway heart. Halfway hard. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I'll come. No! We zetten de machine eventjes op helper, want alles moet natuurlijk ook gewalst worden. Dus daar gaan we nou mee bezig. Moet er wel even aan wennen hoor, dat het zo zwaar stuurt. Dat ben ik hem al niet gewend. Echt hoor, je moet een lidschapmap overwegen. Ik ben een opknapper. Hoe is 2205 exploitatie voor... Waar komt dat door? Ik snap dat niet. Ik zag in de reacties dat het te maken had met koersplay, maar dat gaat toch gewoon per uur gaat het er toch af, of niet? Ik weet het niet. Het zal wel. We gaan de wals erbij pakken. En nou is mijn stuur wel weer goed. Nou, het zal wel. Even kijken hoor. De wals, die is hier. Hartsevlaats. Die erbij. En dan gaan we eens eventjes de velden mooi walsen, want dat hoort erbij. Want dan krijg je bij 5% extra opbrengst. En als het goed is, zijn ze ook volledig bemest. Als het goed is. Zo. Laten we eens even kijken. Er moet inderdaad gewalst worden. Dus 100% bemest. En dan krijgen we dus eigenlijk 2% extra. Dus ja, zo heel veel is dat niet. Maar ja, dan is al dat stomme stro, dat is wel weg als we gaan walsen. Dus dat is wel een stuk beter. Hoppakee. Kijk, dat ziet er toch al een heel stuk beter uit. En we hebben natuurlijk extra... Extra bemesting. Of extra bemesting zeg ik. Extra opbrengst. Dat die wals toch nog zoveel pk nodig heeft. Dat is toch best apart. Want je zou zeggen. Ja, je rolt er toch gewoon overheen. En dat is toch helemaal niet veel werk. Maar ja. Ze gaan ook een beetje door de grond. Hè. Je ziet die puntjes en zo. Het hele ding moet zich voortrekken. Hè. En ook nog dat ijzer en zo. Dat kost ook nog een hele bult kracht. Dus. Daar ben je wel even mee bezig hoor. Natuurlijk is de wals is natuurlijk op zichzelf een veel grotere werkbreedte als de planten zelf. Zo, kijk, dat ziet er helemaal mooi uit. Dan kan hij daarmee bezig. Als hij daarmee klaar is, kan hij het grote veld importen met mais. En dan is het eigenlijk, het mais zit ook in de grond. En dan moeten we ons een beetje gaan voorbereiden op de grote uitgaves van...
van een Haxla. Maar een Haxla, dat kost een heleboel bult veel geld om te huren. Ligt eraan natuurlijk welke je neemt. Maar het kan behoorlijk wat kosten. Kijk, we moeten natuurlijk ook die de meest lutje tieners ding wat er is, moet natuurlijk ook niet hebben. Dus, maar ja, zover is het nog lang niet. We gaan eerst hier eens eventjes lekker mee bezig. Zo. Kijk, en als wij nu zo meteen weer terug gaan, dan kunnen we dat stuk kunnen meenemen. Want als we nu alleen dit veld genoemd, dan zijn wij snel als te zaaien vanwege de grotere werkbreedte. En dat is ook niet helemaal de bedoeling, hè. Pas op voor pulken. Oh, de paaltjes zetten ze wel weer terug neer, joh. Zo. Hoppakee. Oh, vreselijk. Dan heb ik heel de tijd dat paaltje meer. Och, mijn god. Nou ja. En dan zijn eigenlijk de velden ready to go, hè? Ready to go. Heel eventjes een belletje plegen. Vanwege het... Wij gaan je weekend weg. Aankomend weekend. Het is vandaag maandag. 24e. Dus ik doe een beetje van tevoren. Doe ik alles een beetje uploaden. Maar... Ik moest eventjes een belletje plegen. Want... Blijkbaar was onze bevestiging niet goed doorgekomen. Dan ben ik zo blij dat ik heb gebeld. Anders hadden we een groot probleem. Maar gelukkig is alles nu perfect. Dus daar ben ik blij mee. Ja, ik heb de... Zoals je kunt zien... De... ding is... dit is ook... Die schapen die gaan ook hard hoor. We moeten het ding weer eventjes bijvullen. Want de zaaier. Of de poorter eigenlijk. De poorter die moet eigenlijk eventjes een beetje van tevoren aan de gang. Want anders kunnen wij natuurlijk niet bijhouden met het ding. Laten we dan eventjes in de tussentijd. Hoe is het met de eieren? Och, mijn god, wat een eien. Geld moeten we nodig hebben voor de hakteloor. Zo. Zodra de prijs de goede kant op is, zowel voor wol als voor eieren. Dan gaan we dat direct verkopen. De poten zit ook vol, dus ik kan direct even langsrijden. Ja, 400 liter aan zaad is niet veel hoor. Zo, dan kan hij weer verder. Hoppakee. Wat vinden jullie trouwens fijner om te kijken, jongens? Vinden jullie fijner om in first person te kijken of in third person? Dit is first, dus eerste persoons. En dit is third, oftewel derde persoons. Wat vinden jullie fijner om te kijken? Kijk, het is natuurlijk in first person is het natuurlijk een stuk realistischer. Want zo hoort het eigenlijk ook. Maar ja, voor timelapse is het toch wel fijner om in third person te doen. Op deze manier dus. Maar als je op deze manier doet, ja, dan zie je niks. Dan zie je... Ja, alleen dit zie je. Ik switch daar nog wel eens een beetje tussen. En dat ik een beetje switch tussen de timelapse, zodat we zeker weten dat het allemaal werkt. Even kijken hoor, waar is die stop daar? Ja, want als je namelijk constant zo doet... Ja, zo kan in principe ook wel. Als je de hele tijd zo een timelapse doet... Dat wil in principe ook wel hoor, maar ik switch er toch altijd liever om. Tenzij je natuurlijk een realistische... je kunt natuurlijk ook een realistische timelapse serie doen. Hè, dat jij timelapse video's maakt, dat zou kunnen. Misschien doe je dat wel. Maar ja, probeer natuurlijk ook een beetje, ook al is het inderdaad... als je een realistische serie doet, probeer ook een beetje val met timelapses vanaf de buitenkant te doen. Want anders is het allemaal niet zo heel interessant. Een kleine tip van Blokje. Of u dat mee doet, dat moet je zelf weten. Maar... kleine tip van mij. Nou, dan moet dit veld nog eventjes gewalst worden. Dan gaan al die kleine steentjes, die gaan ook weg. En dan zijn alle velden klaar. En kunnen ze groeien. En als we, zodra wij deze klaar hebben, dan moet ik heel eventjes kijken in de reacties. Want... er was namelijk iemand die had een reactie geplaatst. En het schijnt dat daar nog twee collectibles zijn. Ik weet niet of we die al hebben, want diegene naast, dat wordt zo heel vaak in de reacties gezegd. Maar diegene waar eerst de druiven waren, daar op het dak, die hebben we al. Dat was eigenlijk een van de eerste die we hadden. Dus, want we moeten nou heel eventjes wachten totdat de vent heel ietsjes verder is bij de poorten. Of planten. Woop. Even een beetje strak zetten.
Moet ik heel eventjes op mijn telefoon even die reactie zoeken, want misschien hebben we dan wel de laatste drie collectibles of twee. Even kijken, waar is mijn reacties? Ik zoek wel even op mijn telefoon, dat is wat makkelijker. Het is de video van de boerderij verbouwen van 10 uur geleden van vandaag. Dus kan je nagaan hoeveel ik van tevoren werk. Even kijken. Ik weet niet of mijn reactie op een eerdere video voor of op het moment van opname lag. Voor twee collectibles, rij langs de veehandelaar, links het bos in, het rechte pad en niet het kronkelige. Ja, dat is hier. Dit is de veehandelaar. Volgens mij hebben we die al hoor, in het bos. Even kijken. Die is trouwens van Brian. Voor twee collectibles rij langs de veehandelaar, links het bos in. Links het bos in, het rechte pad, niet het kronkelende pad. Het rechte pad. Ja, voor mij hebben we die al. Het rechte pad naar links. En het eerste pad rechts, aan het einde van de pad liggen ze. Volgens mij hebben we die al, inderdaad. Dat was in het bos. Die hier lagen. Was dat die? Of was dat die? Ik weet precies welke het is. Ja, hier is ook niks. Dus die hebben we inderdaad al. Dankjewel Brian, maar die hebben we dus ook al zo te zien. De fan gaat ook nog lekker door. Ik kan wel alles laten zien dat walsen. Maar ja, dat hebben jullie ook al wel een keertje gezien. Dus ik knip het er een beetje veel uit. Maar dan kunnen we in ieder geval weer verder. De vent is ook bijna klaar. En dan moeten we eens even kijken of we eventueel nog de dieren eerder kunnen geven. Want ja, hier met de velden hoeven we momenteel niks meer te doen. Dat moet gewoon groeien. Een stukje van het veld is ook gewalst. Dat betekent dat we nu eerst alles gaan schoonspuiten, want dat ziet er niet uit. Alles is vies en goor en blijg en iel. Dus laten we eerst even de wals opruimen. Maar ik ben wel blij, want nou zijn in ieder geval alle velden wat we hebben zijn momenteel ingezaaid. Dus dat kan mooi groeien, het is volledig bemest. Dus hoeven we niet meer achteraan. Voor mij hebben we nu de hoogst mogelijkste opbrengst die we kunnen hebben. Dus ja, fantastico. En moeten we dit pad hier doortrekken. Bee. Ze zeggen allemaal hallo dat de boer langskomt. Hoi. Zo. Hartse flats. Mooi. Nou. Even. Voor mij moet dat ding ook gerepareerd worden. Repareren. Nee. Hoeft niet gerepareerd. We moeten wel ietsjes naar voren. Even een beetje schoonspuiten. Oké. Trekken schoon. De wal schoon. Dan halen we de vent op. Die maken we ook eventjes schoon. Dan gaan we even kijken wat we nog even kunnen doen. Misschien dat de prijzen van de eieren en de wol wel prima is. Dan gaan we dat natuurlijk verkopen. Zo, altijd je werk, of eigenlijk je spullen, altijd netjes en schoon achterlaten, hè. Ik zat er vandaag trouwens nog over te denken, mocht ik ooit zelf een boerderij hebben? Nou ja, zo'n boerderij natuurlijk met koeien en zo, dat gaat niet gebeuren. Maar, een droom is wel, gewoon een klein boerderijtje met een paar geitjes, een paar kipjes. En weer wel, misschien, Schotse Hooglanders of zo, weer wel, gewoon voor de leuk. Dat wel alles hartstikke netjes eruit ziet. Ik zat gisteren, vandaag zat ik een beetje te dagdromen toen ik aan het werk was. Ik dacht, ik was bij een boer, er was me toch ingehoorde teringzooi daar, joh. Goeiedag zeg. En toen dacht ik van, mocht ik ooit een keertje boer worden, dan probeer ik alles zo netjes mogelijk op te ruimen. Dat niet overal allemaal zooi ligt. Want er was zo'n grote bende daar op die boerderij. Oh, wat erg. Overal lag puin, dakpannen, stalen dingen. Gevaarlijke, scherpe dingen. Overal lag wat. Nou, mocht ik een boerderij ooit hebben, dan zou dat bij mij niet gebeuren. Oh, wat erg. Ach ja. Nou, eens even kijken. We zetten deze hier neer. Dan parkeren we eventjes de vent ook terug. Maar ik denk dat het mooi is geweest voor vandaag. We hebben geboord en gewalst. Misschien dat de prijs nog wel goed is. Oh. Is de prijs voor eieren en wol goed? Nee, dus we kunnen op dit... Wol trouwens wel. Het is nu april. Ja, dat is de hoogste prijs. En eieren die zijn de laatste. Dus ja,
We zouden het wol zouden we kunnen gaan verkopen. Op morgen. Ja. Ja, laten we dat nu nog even doen. Doen met de All Ursus. Even dat wol verkopen. Wat moet het eigenlijk in? Johnson Farm Market. Laten we dat nog eventjes gaan doen. Even het wol verkopen. Wat nou is er een goede prijs voor? En dan is dat in ieder geval klaar. En dan zijn we klaar met het poorten. En het veld. En dan kunnen we weer een nacht doorspoelen. Nou, dan gaan we op stap met de All Ursus. Het wol is opgeladen zoals je kunt zien. Het zijn 4, 5, 6 pallets. Waarvan 4 vol. 5 vol. En eentje die was of net gespawnd of net niet. Maar ja, dan is alles in ieder geval weg. Ja, de eieren vind ik nog een te lage prijs om te verkopen. Dus dit, dat doen we niet. Zwaailampje, ja. Zo. Johnson Farm Market is weer een stukje rijden. Maar ja, hebben we in ieder geval weer mooi wat geld. En dan stoppen we er weer voor vandaag. Dacht ik zo. Zo, daar zijn we bij onze Johnson. Of John. Hoppakee, dan ben ik benieuwd hoeveel we krijgen. En dan is morgen weer de rij ik de Ursus terug. En then we call it a day. Zo. En dan hopen we dat we genoeg geld hebben binnenkort voor de hangsla. Maar dat zal wel goed komen. We hebben die eieren ook nog, hè. Dat gaat helemaal goed komen. John, kijk eens even. Ik heb heel veel wol voor je. Bijna 20.000 euro. Hopelijk heb je die genoten, jongens. Atomswitch kanaal natuurlijk even een like erop. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!